Het is vandaag moederdag. U heeft extra ingeslagen. Dat klopt, ja. Moederdag is voor ons altijd een hele drukke dag wat dat betreft. De mensen weten dat ze hier altijd 24 uur per dag, 365 dagen per jaar kwaliteitsbloemen kunnen halen van een plaatselijke bloemist. We hebben hier extra veel ingeslagen, want ik verwacht dat het heel erg druk gaat worden vandaag. Toch nog even op het laatste moment een moederdag cadeautje kopen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik was van plan om er even heen te rijden. Ik denk hier even gauw een ommetje maken om het even op te halen. En waar kijk je dan precies naar? Wat zoek je uit? Nou, deze wil heel graag hele mooie felle kleurtjes, maar dat vindt oma niet zo leuk. Dus ik kies gewoon eigenlijk gewoon een leuk plantje om even te geven. Ze wil eigenlijk nooit wat krijgen op moederdag. Maar we nemen zeker wat mee, dus gewoon iets leuks. Mag zij wel weten dat je het bij een pompstation gehaald hebt? Nou, ik denk niet dat ze het erg vindt dat ik het hier haal. Want dit zijn bekenden van mijn moeder. Dus ik denk dat ze dan nog wel blij is ook dat ik dat hier doe. Dit was echt even omdat we gewoon eigenlijk niks hadden voorbereid. En toch nog eventjes wat leuks willen halen. En dan hebben ze hier wel inderdaad leuke dingen. Ja. Ik wist, mijn ouders wonen wat verder weg, dus ik heb nog even een reisje te gaan. Ze wonen in Friesland. Oké. Ja. Ja, dan moet je nog flink een stuk. Dan moet ik even rijden, ja. Dus we gaan daar even tanken en gelijk even bosjebloemen kopen. Dan kan ik me ook voorstellen dat zo'n dag als moederdag wel extra speciaal is dat je er even heen gaat. Ja, klopt. Ze worden wat ouder, dus elk jaar is er één. Dus belangrijk. 10 euro tot bossen van 35 euro. Eigenlijk loopt alles wel. En hoeveel bosjes bloemen gaan er zo op een moederdag doorheen, denk je? Ja, ik hoop dat we tussen de 100 en 150 bossen verkopen hier. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog uitgebreid assortiment met planten hier. Cadeauartikelen. Wat ik net al vertelde, de chocola natuurlijk. En welke chocola vindt ze het lekkerst? Welke chocola vindt mama het lekkerst? Melk. En wat ga je tegen haar zeggen? Nou, dat ik heel erg blij ben dat ik dit aan haar mag geven. Ze wil helemaal niks hebben, want ze wil het allemaal commercieel natuurlijk op die leeftijd. En dat ze er nog is. Dat vind ik ook wel heel erg belangrijk. Wat vind jij zo leuk aan je moeder? Dat ze heel veel voor me zorgt en lief is. Wat ga je dan ook straks tegen haar zeggen? Ja, toch? Fijne moederdag.